Hallo en welkom bij deze video. Dit is een speciaal voor jou gemaakte waarschuwingsvideo waarin ik je uitleg waarom je een bepaald soort papegaai absoluut niet in huis moet halen. Er is namelijk een bepaalde soort die zo ontzaggelijk gevaarlijk is, ja je hoort het goed, ontzaggelijk gevaarlijk, dat je die absoluut niet in huis wilt hebben. Je hoort er regelmatig wat over als je wat meer je verdiept in forums en dergelijke die zich bezighouden met papegaaiengedrag. Maar toch is mij opgevallen dat je eigenlijk weinig mensen hebt die precies durven zeggen waarop het aankomt als het gaat om deze gevaarlijke vogel. Het is een bepaalde papegaaiensoort. Je ziet het eigenlijk al aan de oogopslag, je ziet het aan de snavel, je ziet het aan de manier waarop ze naar jou kijken. En daaraan zou je eigenlijk, als je een beetje verstand hebt van vogels, zou je eigenlijk direct al moeten weten van, nou dit is foute boel, deze moet ik niet benaderen, laat staan in huis houden. Ik hoor jullie denken, welke soort is dat? Waar heb je het over? Dat ga ik je nu demonstreren. Eén moment, want ik moet even heel voorzichtig deze vogel er nu bij gaan halen om je te laten zien hoe gevaarlijk die eigenlijk is. Oké, we zijn er klaar voor. Waarschuwing nogmaals, don't try this at home. Dit is, kijk maar eens even goed. Ik ga zo meteen verklappen welke soort het is. Kijk vooral naar de oogopslag. Kijk hoe gemeen die vogel jou op dit moment in de lens aankijkt. Zie je die snavel? Zie je? Zie je dat beweging wat hij maakte? Ja, dus hij wil al gelijk gaan bijten. Je ziet al aan die kop die gedraaid wordt, zo van ik ga je grijpen. Dat kun je meteen al zien aan die vogel. Hier de manier waarop hij nu naar de camera kijkt, dat is eigenlijk al duidelijk dat hij die camera wil gaan aanvallen. Dus je moet heel goed opletten als je zo'n vogel in je buurt hebt. Als je in een papegaaienpark, een dierenpark, noem maar iets, op bezoek bent of zo en je komt zo'n vogel tegen, zorg dat je uit de buurt blijft. Levensgevaarlijk. Kijk ook naar die snavel, hoe groot dat is. Je ziet mijn vinger ernaast en je ziet het formaat van die snavel. Nou, dan begrijp je al dat zo'n vogel, die kan natuurlijk met één hap, kan die zo die complete vingertop eraf bijten. Zo gevaarlijk is dat. Ja, dus nou ga ik verklappen welke soort het is. Nou, en dat is nogal frappant voor degene die mij kennen. Mijn naam is Hans Meijer en dit is nu de zogenaamde Meijerpapegaai. Misschien dat het iets met elkaar te maken heeft, daar zal ik verder niet op ingaan. Kijk, nu doet hij het weer. Hij knippert met zijn ogen, hij draait met zijn kop en hij is nu eigenlijk in de stand om mij aan te vallen. Daarom zeg ik, don't try this at home, want deze vogel die is zo gevaarlijk. Je ziet het aan alle bewegingen en alles wat hij doet. Omdat ik ruim 20 jaar ervaring heb met dit soort dieren, kan ik het aan. Maar dat is ook nog maar net op het nippertje. Maar voor een onbekende, zeker voor een gezin met kinderen, nooit aan beginnen. Alleen al die snavel, bekijk het nog eens goed. En dat geluid wat hij nu ook maakt, dat zegt al van, als je nog één keer beweegt met je hand, dan grijp ik je neus. Dus dan ben je gewoon simpelweg je neus kwijt. Ja, dus daar hoef je verder niet over te discussiëren, hoef je niet forums voor op te zoeken. Eén hap met deze snavel en jij zit zonder neus. Reden ook waarom in het wild olifanten nooit in de buurt komen van deze Afrikaanse vogel. Ooit een olifant zonder slurf gezien? Dat bedoel ik. Ze komen gewoon nooit in de buurt van deze vogels. Zo gevaarlijk zijn ze. Kijk nog maar eens even goed wat hij nu wil gaan doen. Nu heb ik me toch weer bewogen
En nou is hij helemaal in alle staten. Je ziet het aan hoe die manier waarop hij zijn kop draait, waarop hij zijn ogen beweegt, zie je. Nu kijkt hij zo naar die camera alsof het een mens is, alsof hij jou als het ware ziet. En hij wil nu echt elk moment, kijk, daar gaat hij hoor. Nou hapt hij in de plank waarop de camera staat. En gelukkig kan dat geen kwaad, want het is van glas. Maar je begrijpt al, dit had een vinger gekost. Nou, nu gaan we naar het volgende deel van deze video. Kijk naar de vogelfluisteraar, wat hij nu gaat doen. Hallo, geef je mij een kus? Jongen. Blijkbaar heeft het toch iets te maken met interpretatie van gedrag. Misschien is die vogel wel helemaal niet zo gevaarlijk. En misschien is die wel helemaal niet pisneidig als die zo draait met zijn kop. Misschien betekent dat wel iets heel anders. Misschien ligt het wel aan jou. En is die vogel helemaal niet levensgevaarlijk? Is het juist een van de tamste vogels die je ooit in je leven hebt gezien? Ja? Misschien is het wel allemaal onzin, al die verhalen over een gevaarlijke snavel en hij draait met zijn kop en al die dingen meer. Ja? Misschien is het wel een kwestie van het ligt allemaal aan jou, hoe jij met de vogel omgaat. Hè? En misschien is die helemaal niet van plan om je vinger eraf te bijten. En misschien is die snavel helemaal niet een wapen om je nagels uit je vingers te trekken. En misschien dat die oogjes die draaien, dat die wel vragen om aandacht in plaats van agressie naar jou toe. Ja, dus misschien is het hele verhaal wat we net hebben gehoord totale onzin. Nou, ik kan u verzekeren, het is totale onzin. En toch, er is een goede reden waarom ik deze video maak. We krijgen regelmatig toch mensen, en dat is ook terecht hoor, en blijf vooral die vragen stellen, die dus nog nooit een vogel eigenlijk als huisdier hebben gehouden. Van, ik heb een gezin met kleine kinderen en kan dat wel? En ik hoor van die, hoor ik dit en dan moet ik dus niet aan beginnen. En gisteren kreeg ik nog een mail van een goed bedoelde iemand. Die was op notabene een papegaaienopvang geweest waar ze hem hadden wijsgemaakt. Dat kakatoes zowel de onder- als de bovensnavel kunnen besturen en dan in één hap de vinger eraf kunnen bijten. Nou, alsof dat nou de informatie is waar je op zit te wachten. Op het moment dat je voor het eerst vragen gaat stellen bij een organisatie waarvan je mag verwachten dat ze er verstand van hebben. Ja? Nou, zou het al zo zijn, het is klinkklare onzin, maar zou het al zo zijn, dan ga je de mensen natuurlijk eerst uitleggen dat een snavel bij een papegaai geen wapen is, maar een gereedschap. De dieren hebben een snavel omdat ze onstabiel zijn als ze de pootjes zouden gebruiken voor contact. Ze hebben twee poten. Ze zijn een prooidier. Vervolgens, als zij de hele dag op één poot zouden moeten staan, zijn ze compleet instabiel. Levensgevaarlijk als prooidier. Dan word je zo helemaal gegrepen door een roofdier. Dus, de papegaai, de parkiet, die gebruikt zijn snavel niet alleen als gereedschap om zeg maar noten te kraken, om harde zaden te splijten, maar ook als hand. Ja, point of contact. Op het moment dat een vogel wil opstappen, zal je zien dat hij vaak eerst met zijn snavel je vinger of je hand pakt. Dat doet hij niet omdat hij wil bijten, dat doet hij om houvast te krijgen. Nou, of om gewoon contact met jou te hebben. Dus leer deze dingen. Het is heel belangrijk om op een juiste manier het gedrag van een papegaai en ook zijn lichaamstaal te kunnen interpreteren. Ja, dat maakt alle verschil ter wereld. Nou, nu is hier zo ontzaglijk veel over te zeggen, want er zijn natuurlijk heel erg veel verschillende soorten papegaaien en parkieten die als huisdier gehouden kunnen worden en ook al worden in Nederland, België. Dus er zijn veel overeenkomsten, maar er zijn ook veel verschillen.
Nou, om nou heel die verhalen en alles wat daarmee te maken heeft, om daar nou meer over te weten te komen, hebben wij een speciale papegaaienschool online. Nou, dat is een online omgeving waar je door eenmalig gering inschrijfgeld toegang toe krijgt, levenslang. En vervolgens heb je dan je hele leven heb je toegang tot alle mogelijke nuttige informatie die alles te maken heeft met het houden van een papegaai als huisdier. Het is eigenlijk vanaf het moment dat je een jonge vogel in huis krijgt of een oudere vogel tot bij wijze van spreken aan zijn dood, kun je daar ontzagwekkend veel plezier van hebben, omdat je gewoon telkens kunt inloggen en elk aspect van het houden van zo'n vogel daarin tegenkomt. Er zit momenteel al meer dan 45 uur videomateriaal in die cursus. Nou, en daar kun je dus bijvoorbeeld zien hoe wij een vogel trainen. Je ziet verschillende video's over wat voor soort voeding voor welke papegaai het beste is en waarom dat zo is. We hebben geen aandelen bij fabrikanten van voeding, maar we hebben in de afgelopen 20 jaar gewoon veel ervaring opgedaan, veel kennis opgedaan, heel veel gelezen, heel veel contacten, onder andere met mensen die achter de schermen werken om het Loro Park op Tenerife, waar de producten van bijvoorbeeld Verzelen Laga worden ontwikkeld. Verzelen is een merk. Deze gasten die hebben het voor elkaar om door lange studie uit te pluizen welke voeding voor welke vogels nou het beste, het meest effectief werkt. En dat wordt dan vervolgens wordt dat een zaadmengsel, of wordt het een pellet enzovoort, die helemaal is afgestemd op die bepaalde soort vogel. Bijvoorbeeld Amazones, die moet je anders voeden dan grijze roodstaarten. Dat zijn Afrikanen, de anderen zijn Zuid-Amerikanen. Nou, in Zuid-Amerika kom je in de bush, kom je andere dingen tegen dan in Afrika bijvoorbeeld. Nou, daar is dat allemaal weer op afgesteld, zeg maar. En al die soort informatie vind je ook terug in de papegaaienschool. Waar vind je die? Je kunt gaan naar birdbox.nl of birdbox.be. Nou, daar vind je elk detail over de mogelijkheden van het volgen van die cursus. Er is zelfs een mogelijkheid om hem ook op DVD te kunnen volgen. Dan krijg je een pakket thuisgestuurd, alles erop en eraan. Meest verkocht bij ons is momenteel de combinatie DVD en online. Waarom? Omdat je dan toch toegang hebt tot die online omgeving waar je levenslang op kunt inloggen wanneer jij maar wilt. En ook voortdurend updates ontvangt, hè, want er zijn allerlei nieuwe ontwikkelingen. Wij ontdekken weer iets anders of er blijkt iets te ontbreken in de papegaaienschool waarover iemand een vraag heeft gesteld. Hij kan het antwoord daar niet vinden. Op het moment dat dat boven water komt, maken wij onmiddellijk daar een nieuwe les over. En wordt die weer toegevoegd aan die papegaaienschool. Dus heb jij een vraag en je kunt onverhoopt alsnog het antwoord niet vinden in de papegaaienschool, stuur je ons een berichtje via de papegaaienschool. Komt onmiddellijk bovenaan bij ons terecht. En wij gaan direct aan de slag om het antwoord op die vraag te produceren. Nou, zo is die hele papegaaienschool dus een enorm dynamisch gebeuren. Wat zich ontwikkelt al jaren. En zich zal blijven ontwikkelen. Dus, nou, om dit soort dingen allemaal bij de hand te hebben, schrijf je in voor de papegaaienschool. Ik ga hier verder niet over uitweiden. Deze video was gewoon even bedoeld om je wakker te schudden aan de hand van deze geweldige Meijer-papegaai die nu aan donderjagen is op het kantoor hier bij mij. En ik zal hem er nog even bij halen voor het afscheid. Kom eens, jongen. Ja, kom dan. Mag je even dag zeggen. Kijk. Zo, nou, helemaal geen sprake van gevaar of dreiging of al die onzin meer. Beesten die geniet juist van, kijk wat hij nu doet, dat is dus wat ik net heb uitgelegd. Even contact, even je vinger pakken. Heeft helemaal niks met bijten te maken. Dat is gewoon hoe papegaaien in elkaar zitten. Zo werkt het. Nou, dag allemaal. Al bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Doei doei!
Oh, dear.